dames en meisjes, en welkom bij weer een nieuwe video van de Noobspeler. Vorige keer zijn we naar de netten geweest om bij het huis van de inbreker te kijken. Maar dat was niet een groot succes, want er stonden heel veel bottenmannen en daar werd ik helemaal gek van. Maar gelukkig is er vandaag een mooie nieuwe dag, waarin we weer allerlei leuke dingen kunnen gaan beleven. Maar voordat we dat gaan doen, zetten we natuurlijk eerst wat mensen op de vuurtoren of veen. Gewoon Liano! Desiree Peters, Lex D en Tigo de Roo zegt like, zodat Noobspeler de inbreker kan verslaan. Ja. Ja, zeker Tigo, dat klopt. Als jullie willen dat ik de inbreker versla, dan moeten jullie ook liken, ja. Dank jullie wel voor de leuke reacties. Gaan we naar de Vuurtoren of Fame? Gaan jullie met me mee? Want daar moet ik altijd heen in het begin om jullie op te zetten. Er staan er al heel veel mensen op. Pak ik even snel wat tucht. Dan kunnen we weer heel veel wat mensen op de vuurtoren VB zetten. Kijk eens, nu staan jullie er ook mooi bij. Zo zet ik hier gewoon bordjes neer. Dan kan ik die de volgende keer pakken gewoon. Hey, voor de Noobspeler, hier staat een kistje. Oh, wat zou erin zitten? Oh, er zit een boek in. Laten we eens even kijken. Wat is dit? Hey, Noobie. Omdat je bijenfarm was opgeblazen, heb ik een verrassing voor je bij de schietbaan. Het is een knallende verrassing. Groetjes, een goede vriend. Oh, dat is leuk. Oh, dankjewel. Dan gaan we eens bij de schietbaan kijken, want inderdaad, heel mijn bijenfarm was opgeblazen. En ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben, want nu heb ik heel weinig eten. En dan moet ik elke dag naar de snackbar. En dat is helemaal niet gezond, want de honing was wel gezond. Maar kijk, hier is alles kapot. Oh nee, dit was allemaal automatisch. En daar is nog een klein beetje honing, de poning, maar... Ja, en dat vind ik ook helemaal niet leuk. Kira, mijn bijtjes vinden dat ook niet leuk. Die zijn ze ook allemaal zoek. Weten niet waar ze moeten zoeken, maar dan gaan we gewoon naar de schietbaan. Want daar is wel een leuke verrassing. Zij een goede vriend. Oh, wie zou dat dan zijn? Oh, misschien de klusspeler wel. Of misschien wel Giel of Mick. Of Jessie of Santino, ik weet het niet. Oh, wat een leuke verrassing. Er is hier helemaal niemand. Er zijn allemaal dingetjes. Wow! Dit is vuurwerk. Oh, wat zit hierin? Oh, een pijlenboog. Oh ja, tuurlijk. Dit is natuurlijk bij de schietbaan. Dus dan kan ik schieten met vuurwerk. Kijk eens. Wow, ja, hij doet het. Wow, dat is vet, hé. Zo, wow. Yes. Werkt het hier ook? Oh ja, hier werkt het ook. Dit is wel spannend. Schieten zo knallend. Wow, ja. Wow, nee. Nee, nee, nee. Oh, nee. Ik ben weer gefopt. Met een dynamieten. Oh, hebben ze me weer opgeblazen. En nu is heel mijn bijenfarm opgeblazen. En mijn schietbaan is opgeblazen. Alles wordt nu opgeblazen in Duchtdorp. Dat is echt super gevaarlijk. Ik ga ook de hele tijd af. Oh, nee. Gelukkig had ik niet veel dure spulletjes bij. Nee, ja, ik vind dat niet normaal hier. Dadelijk blazen ze alles op. Nu hebben ze mijn bijenfarm opgeblazen. En de schietbaan is opgeblazen. Oh, ik hoop niet dat hij mijn boerderij opblaast. Of dadelijk mijn lift hier. Nee, of de vuurtoren Fame. Als de vuurtoren Fame wordt opgeblazen, dan word ik pas echt heel boos. Want hier staan wel echt alle namen op van iedereen die hier gereageerd heeft. Dat kan toch niet? Hallo, horen jullie dit? Wie mij aan het opblazen is, die moet ermee stoppen. Dit is helemaal geen goede vriend, dit. Dit is een stopboek. Ik gooi het boek gewoon in het water weg. Zo stom vind ik dit boek. Goede vriend, Amahoula. Jullie maken alles kapot in mijn Duchtdorp. Ook mijn diertjes zijn nog steeds allemaal ontsnapt. Ik heb nog steeds geen nieuwe diertjes. Kijk, de schaapjes die staan zelfs helemaal bovenaan de Duchtberg hier. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Schaapjes, jullie moeten eigenlijk terug de boerderij in. Maar ik ga toch kijken of ik mijn spulletjes terug kan halen. Hier bij de schietbaan, omdat ik dan toch ben afgegaan. Dat is toch niet zo handig? Hoehoe. Het is toch niet normaal om hier alles op te blazen in Duchtdorp? Wie zit erbij te pranken nou? Kijk dan, er zit ook een heel gat in de grond. Wow. En allemaal pijlen liggen er nog. Ik weet niet, oh, ben ik weer geprankt. Maar ik heb wel vuurwerk. Dat heb ik wel. Wow, kijk toch een groot gat. Weer geprankt, dat is toch niet leuk? Die goede vriend is eigenlijk helemaal niet zo'n goede vriend. Die heeft gelogen. Alles wordt maar opgeblazen in mijn Duchtdorp. Hey, daar is Klusspeler. Hallo, Noobie. Hoe gaat het met jou? Nou, Klus, het gaat eigenlijk niet zo goed. Ze hebben hier de bijenfarm opgeblazen. Oh, niet toch? Niet de mooie bijenfarm. Ja, de hele mooie bijenfarm hebben ze opgeblazen. Oh, nee, daar heb ik heel lang op gewerkt. Oh, dat is niet goed. Nee, dat vind ik ook. En net hebben ze me ook opgeblazen hier bij de schietbaan. Ik dacht, je hebt hier een vuurwerkshow gemaakt, maar dat was jij zeker niet. Nee, Noobie, dat was ik niet. Waarom zou ik jou wel willen opblazen? Mijn eigen bijenfarm, die heb ik zelf gemaakt. Ja, nee, dat weet ik. Mag ik dan niet zeggen tegen de kijkers van jou? Ja, oké, zeg maar.
Oké, omdat er zoveel is opgeblazen in het dorp, wil ik wel iets nieuws maken voor de kijkers. Maar de kijkers mogen zeggen wat ze willen maken. Willen jullie misschien een nieuwe achtbaan? Of willen jullie misschien een ander gebouw? Jullie moeten het laten weten voor de klus en ik ga het maken voor jullie. Oh ja, wow, klus, dat vind ik wel een goed idee. Ja, dat vond ik ook wel. Wow, dat is wel vuurwerkwaardig hier. Woe! En ik heb allemaal vuurwerk. Ja. Oké, Noobie, dan ga ik mij voorbereiden met de materialen halen. Want ik heb veel voorbereidingwerk te doen. Oké, doei klus. Zo, dat is wel leuk hè, dat klus iets gaat maken wat jullie willen. Ik ben wel benieuwd wat jullie allemaal willen. Want dat maakt het mij niet uit als hier toch alles opgeblazen wordt. Als er toch iets nieuws voor in de plaats komt. Ik wil misschien ook wel een nieuwe brug hier. Oh, mijn klus is al weg. Of een achtbaan inderdaad. Oh, die hebben we ook al lang niet meer gemaakt. Oh, dan ben ik vandaag wel opgeblazen. Maar we hebben wel nieuw vuurwerk en we kunnen allemaal nieuwe gebouwen vragen aan klus. Misschien wel een nieuw flatgebouw of hier een hele dorp verbouwen. Ja, zoveel wat we kunnen maken. Hebben jullie zoveel ideeën voor mijn dugberg? Kasteel staat er ook op. We kunnen misschien een glijbaan van bovenaan de dugberg. Of we kunnen nog een ander farm maken. Wat voor farm zouden we hier kunnen maken? Of we kunnen nog een heel flat gebouwen maken. Oh, ik heb zoveel goede ideeën. De pompoenenfarm hoef ik niet hoor. Er staan wel veel pompoenen. Of nog een standbeeld van nog andere standbeelden. Van andere mensen in het dorp. Die dat verdiend hebben. Of misschien nog een nieuwe vuurtoren erbij. Of misschien heel een dorp verbouwen hier. Een winkelcentrum. Of nog een grotere brug hier. Of allemaal geheime kamers. We hebben al zoveel geheime kamers hier ook in de bomen. Daar zitten zoveel geheime dingetjes in de lava en zo. Oh, dat vind ik altijd wel leuk als we allemaal geheime dingetjes maken natuurlijk. Oh, hij kan ook van alles maken hier ook inderdaad. Die bomen heeft klus ook helemaal gemaakt. Oh, jullie hebben natuurlijk zoveel goede ideeën. Oh, we kunnen van alles maken. Ik heb er wel zin in. Oh nee, ik val naar beneden. Oh nee, met mijn vuurwerk. Oh nee, ik ben zo dom. Ik was bezig met alles wat klus kon maken. Oh, en dan viel ik gewoon de lava in. Oh, wat dom. Dat is niet zo handig. En dan heb ik ook nog steeds last van die inbreker. Want dat was ook de prikker van mij natuurlijk. Dat is toch niet normaal. Ik hoop dat eens een keer iemand mij komt helpen hier. We hebben Giel zijn kamer, die kunnen we ook open en dicht zetten, ja natuurlijk. Gelukkig zijn we wel terug in ons duchthotel. Dan zijn we altijd veilig. Hey, Giel! Giel, je bent hier! Hallo! Kom je nou gewoon weer de zon te kloppen, sorry, dat is niet normaal. Kom, dan zeg ik klop, roomservice. Oh ja, klop, roomservice. Hallo, ja, kom maar binnen. Giel. Hier ligt allemaal viezigheid. Kun je even schoonmaken? Ja, ik zal de schoonmakers zal ik even opbellen. Want ik snap ook wel dat het hotel wel af en toe vol ducht ligt. Ja. Nou, nee, alle ducht is wel een beetje opgeruimd, hoor. Het stinkt gewoon een beetje hier. Nou ja, dan zorgen we dat het heel snel wordt opgeruimd. Maar okay, Giel. Ja. Ik wil eigenlijk dat je me ergens mee gaat helpen. Oh, alweer. Je gaat me toch niet weer in de gevangenis opsluiten nee, of zo, hè? Nee, dat zal ik niet meer doen. Dat was één keer een flauw grapje, maar je... Nou zijn we gelijk hebben we. Maar ik heb een groot probleem namelijk. Wat is jouw grote probleem, Noob? Nou, mijn grote probleem is, er is een inbreker die al mijn spulletjes doet stelen. Zo? Ja, dan weet ik ook niet waarom. Ik heb nog niet kunnen spreken. Maar ik heb wel al gezien in de netter en zijn huis en alles. Dus kan jij mij daarmee helpen? Ja. Dat zou kunnen. Is goed. Oké. Nou, weet je wat we doen? Dan gaan we... Mag je één nachtje slapen hier nog? En dan gaan we... Daarna gaan we ze... Gaan we de inbreker confronteren. Oké. Nee, dat is goed. Ik ga me dan wel even klaarmaken voor morgen. Want ik moet even wat armor hebben. En dat komt helemaal goed. Oké. Gaan we regelen. Dankjewel, Giel. Oké, slaap lekker. Tot morgen. Doei. Nou, jongens en meisjes. Dat was hij dan weer voor vandaag. Vonden jullie dit een leuke video? Dan moet je dit zeker abonneren. En willen jullie nog een Noobie video zien? Klik dan op deze of op deze video. Dan moet je klikken. Tot de volgende keer. Doei.